VVV in het blauw thuis tegen AFC. Ze maken er een belabberde eerste helft van tot Lahmoudji gaat toveren. En zijn rechterbeen is een toverstaf. Fenomenaal doelpunt van Lahmoudji. Zonneveld kansloos en GVV op voorsprong. AFC dus in de problemen, in nood in Veenendaal en op de ranglijst. Maar dan kunnen ze vertrouwen op Ignacio. Die stuurt deze voorzet heerlijk in de hoek. En zo heel snel alweer de 1-1. AFC kan de punten goed gebruiken, staat nu onder de streep. En GVV helpt daar een handje bij. Jansen en Den Hartog, die kijken naar de bal. En dan is daar weer Ignacio. Hij schiet de Amsterdammers op voorsprong. Geklungel natuurlijk achterin. De spits profiteert. GVV is al uitgespeeld. Dat is ook wel te merken aan de resultaten de laatste weken. De klad is er een beetje ingekomen bij de ploeg uit Veenendaal. Ze komen hier wel op 2-2. Brouwer. Met enig geluk krijgt hij de bal voor zijn hoofd. En dan kopt hij de 2-2 binnen. En dan ontstaat er een heerlijke slotfase. Waarin AFC natuurlijk weer op jacht gaat naar een voorsprong. Met Jesse. Voor het doel uiteraard Grootvaam, Ignacio. Maar de bal komt bij Zaini. Die keelt hem kiezelhard op de doelman. Zoals gezegd, AFC jaagt op de overwinning. Maar geeft ook af en toe wat weg. Wat dacht u van dit moment? En Brouwer moet dan eigenlijk scoren. Maar Zonneveld redt. Dat is een zeer belangrijke redding. Want in diezelfde aanval, de tegenstoot, komt AFC er nog één keer aan te pas. Met enige moeite komt die bal uiteindelijk bij Van der Brink. En die zorgt voor een gigantisch Amsterdams feest. Want AFC pakt 3 heel belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Dankzij deze Tom van der Brink. En die punten kunnen ze goed gebruiken.